Het is net boven het vriespunt en het regent. Dan is het natuurlijk helemaal stil en je bent alleen. En dan ervaar je de natuur nog veel intenser dan je overdag de natuur in gaat en andere mensen tegenkomt. Dus ja, het maakt het gewoon extra spannend. Eigenlijk heb ik liefst helemaal geen licht. Oh, sorry. Mijn naam is Tim Horneman. Ik heb een bedrijfje in het Wildeweg. En ik organiseer natuurtochten, kanotochten hier in het Hunsedal. Kijk, een glijbaantje hier zo. Zie je dit? Een beverglijbaantje. Heel vers. Als je heel zachtjes kanoot, je maakt niet te veel lawaai, dan heb je heel veel kans dat je een bever tegenkomt. Het stammetje, de nog staande bomen raakt, daar zie je nog verse knaagsporen van de bever. Een eindje verderop zit de nieuwe burcht, alleen daar kunnen we helaas niet komen vanwege het ijs. Dit is mijn kano met hier overheen een tarpje. En tijdens de kanotochten die ik organiseer slapen wij hier ook onder. Het is tijd voor een kopje koffie naar deze barre kanotocht. Dus schenken we een lekker bakje koffie in. Zo, kunnen we weer lekker opwarmen.